Na de versoepelingen eindelijk weer lekker open en gasten ontvangen. Maar hoe bedien je die gasten als er nergens personeel te vinden is? Voor nu hebben we gekozen om de woensdag ook dicht te gaan. Nou, gekozen, we hebben gewoon geen mensen. Rood, lekker hard en zoet. Dat is heel in het kort de omschrijving van het nieuwe appelras Tessa. En de Culemhoorse voetbalclub Fairplay zit al geruime tijd zonder eigen kantine en kleedkamers. Gevolg is dat ze gisteren weer in de buitenlucht hebben vergaderd. Dus het is constant tijdelijk en we willen gewoon naar een definitieve oplossing. Goedenavond. Er is een groot gebrek aan bedienend personeel. Vooral koks, maar ook mensen in de bediening en achter de kassa. Personeelstekort zorgt voor onverkort grote problemen in de Gelderse horeca. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca zegt dat zo'n 10-20% van horecagelegenheden in Gelderland daarom noodgedwongen 1 of meer dagen extra in de week dicht moet gaan. We loten etentjes weg, we geven geldbedrag aan personeel als ze mensen kunnen voordragen. We hebben flyers laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen resultaat, helaas. Er is van alles geprobeerd, maar pannenkoeken en patyboerderij Kernem in Ede kan maar geen zelfstandig werkend kok vinden. Daarom moet gastvrouw Inge Belt nu vaak zelf ook in de keuken bijspringen om te bakken. Het personeelsgebrek is zo nijpend dat besloten is het restaurant noodgedwongen 1 extra dag in de week te sluiten. Voor nu hebben we gekozen om de woensdag ook dicht te gaan. Nou, gekozen, we hebben gewoon geen mensen. En ook om het personeel te verlichten die we nog wel hebben. Want we kunnen van hun natuurlijk niet verwachten dat hun maar onbeperkt bij ons zijn. Zeker maken wij ons absoluut zorgen. En er is natuurlijk een aanwijzbare reden waarom we het personeelstekort hebben. En die reden is volgens de afdeling Gelderland van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland de lockdown geweest, waardoor de restaurants lange tijd dicht zaten. Die 11 maanden dat we dicht geweest zijn door allerlei lockdowns, dat we geen aanvulling van beneden kregen, mensen in de afwaskeuken, mensen die dan op een gegeven moment daardoor, vooral daardoor ook bleven hangen. Vergeet niet dat mensen die hier kwamen, dat daar 4-5%, 4 op de 100, die bleven gewoon hier werken of die gingen een opleiding doen in de horeca. Terwijl ze het voor de tijd niet van plan waren. Koninklijke Horeca Nederland organiseert daarom sinds kort in onze provincie banenborrels om mensen te interesseren voor een baan in de horeca. Naast de traditionele Elstar en Jonagold appels worden er in de Betuwe zo af en toe weer nieuwe appelrassen geïntroduceerd. De Tessa is de nieuwste loot aan de stam van de zogenoemde clubrassen van Veiling Fruitmasters. Vandaag begon de eerste oogst en daarvoor waren, hoe toepasselijk, alle Tessa's uit de verre omtrek uitgenodigd. Heel veel sap krijg je in je mond. Maar tegelijkertijd is hij ook, hij is zoet. En dat is echt iets unieks van Nederlandse bodem. Een zoete appel. Hoi, ik ben Tessa. Mijn naam is Tessa. Ik ben Tessa. En dit is ook Tessa. Een nieuwe appel van Betuwse bodem. Waar Veiling Fruitmasters lang aan heeft gewerkt. Wij zien aan de cijfers en ook aan smaakonderzoeken of aan de marktcijfers dat ja, er meer wens is naar volzoete rassen. Dus ja, dan komen we met een nieuwe ras zoals Tessa en dan introduceren we dat bij onze telers en onze leden. Telers kiezen steeds vaker voor dit soort nieuwe rassen. Zo zijn de Kansi-appel en de Migropeer inmiddels vertrouwde merken geworden. Nou, de smaken van de consument veranderen continu. En het is tegenwoordig allemaal zoet en wat harder. Dus daarom zijn we bij Tessa terechtgekomen. Daarbij heeft zo'n clubras een belangrijk voordeel. Kijk, een Elstar is een fluctuerende markt. Die prijzen schommelen heel erg. En de ene jaar is het goed en de andere jaar is het heel slecht. Er moet er geld bij. En met een conceptras zoals Tessa heb je daar geen last meer van. En is die prijs eigenlijk stabiel. De Tessa's die vandaag uitgenodigd zijn voor het oogstfeest, kunnen hun naamgenoot in ieder geval wel waarderen. Heel zoet. Lekker zoet appeltje. Wel zoet, zeker. Mijn naam staat erop. Voor het eerst was er een burgemeester aanwezig bij de herdenking van de gewelddadige ontruiming van een Molukse woonoord in 1976 in Vaassen. 45 jaar geleden viel een politiemacht van rond de 500 marechaussées het woonoord Vaassen binnen. Met deze actie werd hard ingegrepen, maar daarvoor kwamen vandaag geen excuses. Omdat wij met deze wandeling ook laten zien dat we het leed willen erkennen toen het kamp hier in Vaassen werd ontruimd.
Een politiemacht met een groep van honderden marechaussées viel 45 jaar geleden binnen bij de Molukse barakken in Fase, omdat daar zware vuurwapens zouden liggen. Meerdere bewoners werden gearresteerd en één van hen werd in de hals geschoten. Ja, ik was zelf 5 jaar, maar ik heb toch wel een behoorlijke trauma aan overgehouden. En je ziet ze gewoon over jouw huis walsen met de panzerwagen. Dus. En dan nu een burgemeester die meeloopt. Ja, toch een mooi gebaar. Ik hoop dat het ook het begin is om samen, zeker met de wijkraad, in gesprek te blijven over de wijk en wat er allemaal moet gebeuren. Leg neer dat ding, kom hier! En waarom geen excuses? Omdat het een rijksbesluit was om het te ontruimen, het kamp. Er is wel een brief geschreven aan de minister-president om te vragen dat het Rijk een betekenisvolle stap kan zetten. En ook de erkenning dat zowel de ontvangst als de opvang van de Molukse gemeenschap in de jaren 1950, 51, dat niet goed is gegaan, Nederland onwaardig was. Ik vind dat het daar moet blijven liggen. Maar dat wil niet zeggen dat wij hier niet een betekenisvolle stap ook kunnen maken door mee te wandelen. En samen kunnen bouwen aan de dromen van voorgaande generaties. Of er een excuus komt, dat is afwachten. Want wij zijn Fase. Voetbalvereniging Fairplay uit Culemborg vergaderde gisteravond met de leden buiten op het veld. Was uit protest, want de club ontbreekt het na jaren van conflicten met de gemeente aan een accommodatie. De vereniging moet het doen zonder clubhuis en zonder de broodnodige kleedkamers. En de club is het nu ook echt zat. Er kan gewoon getraind worden, maar het clubhuis en de kleedkamers bij dit veld zijn van een andere vereniging en niet toegankelijk. Fairplay heeft een lange geschiedenis van gedwongen verhuizingen en conflicten met de gemeente. Een rapport stelde de club 1,5 jaar geleden in het gelijk, maar de kleedkamers zijn er nog steeds niet. Het is eigenlijk geen gezicht. Nee, op zondag vooral, dan wil je gefocust zijn op de wedstrijd, maar dat lukt gewoon niet. Alles eromheen, het voetbal en de trainingen, dus heel veel enthousiasme, maar alles verder eromheen. Dus de accommodatie en zo, dat is gewoon frustrerend. Er ligt een aanbod van de gemeente voor een schadeloosstelling voor de afgelopen jaren en voor gratis kleedkamers voor de komende 2 jaar. Maar voor het bestuur is dat onvoldoende. Vanaf 2005 leven we al in tijdelijk. Dus eerst tijdelijk vanuit Terwijden als Westersingel. En dan van Westersingel als Prokkernburg tijdelijk. Nou, dan hier weer tijdelijk. Dus het is constant tijdelijk en we willen gewoon naar een definitieve oplossing. Lekker mootje. Oh, lekker zo. Zijn mee, moeder. Uit protest was er een ledenvergadering op het veld gisteravond. Het bestuur vraagt toestemming om eventueel naar de rechter te stappen. Want nu voelt het niet goed. Eigenlijk spelen we liever uit dan thuis en kunnen we het eigenlijk nog niet echt thuis noemen. In armoede leven, het komt veel voor en anderen hebben juist geen idee wat het betekent. In Nijmegen is daarom een beleefhuis ingericht om armoede aan de lijve te ondervinden. Het leven in armoede is zwaar. 3600 gratis planten werden er vanmiddag uitgedeeld in het centrum van Arnhem. Waar veel mensen in het voorjaar de tuin en dijk duiken, is juist deze periode namelijk uitermate geschikt om te planten. Inwoners stonden in de rij voor een plant met gratis tuinadvies. We zijn hier eigenlijk voor het vergeten plantenseizoen. En we zijn mensen aan het aansporen dat ze hier op dit plein 2 gratis plantjes op kunnen halen vandaag. En daardoor stimuleren wij in Nederland dat we een stuk groener gaan worden. En in Rhede is oud-huisarts Paul Beckering overleden. Beckering was oprichter van de eerste abortuskliniek van Nederland. Die opende in 1971 de deuren in Arnhem. Abortus was in die tijd verboden, maar werd in Arnhem gedoogd. Beckering is 91 jaar geworden. Harskamp kwam afgelopen zomer in het nieuws vanwege het protest tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan. Nou, inmiddels is de rust weer gekeerd en er zijn ook harskampers die nu juist toenadering zoeken tot de Afghanen. Zo werd er gisteren gevoetbald door inwoners en vluchtelingen. We hebben voor mij 20 Afghanen en 6 mensen uit harskamp of omstreken. Dus dat is super. I like soccer because in Afghanistan also I play soccer and now some my friends who are the Dutch people invite me to play soccer. It is good. I want to thank them. Afgelopen zomer was er nog een protest in Harskamp toen bekend werd dat er vluchtelingen uit Afghanistan zouden komen.
Ja, klopt. Dat is jammer. Heeft Harskamp natuurlijk een klein beetje een slecht imago gegeven. Maar er zijn ook initiatieven zoals deze. Misschien zullen er nog steeds mensen wezen die hun vraagtekens erbij hebben. Maar dat is prima. Ik zou zeggen, kom gezellig een keer langs en dan gaan we een keer een potje voetballen met de jongens. Dan kan je zien hoe ze zijn. Ja, dan blijven we bij voetbal, maar dan in Arnhem en Nijmegen. Ze hebben er 4,5 jaar op moeten wachten. Maar morgen is er dan eindelijk weer een derby tussen NEC en Vitesse. En traditioneel is er een dag voor de wedstrijd altijd massaal bezoek van fans op de training. Met vuurwerk en sfeeracties. En dat de derby leeft, dat bleek eens te meer. Zowel in Nijmegen als in Arnhem wordt de boel flink op scherp gezet. Bij NEC springt speler Bart van Rooij zelfs even mee met de fans. Ja, met rondje inlopen. Ik werd een beetje opgehyped om het te doen. En ik vind het leuk om ook even te doen. Bij Vitesse heeft niemand nog ooit een derby tegen NEC gespeeld. Zijn jullie nu ook extra op scherp gezet? Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is voor, voor de supporters. En voor ons, voor de club gewoon. Dus we weten wat op het spel staat. De fans in Arnhem hebben er echt zin in. Ik vind het wel leuk, omdat zondag is de derby. En dat vuurwerk, dat is ook wel leuk. Zeker, absoluut. 2-0. Ja, absoluut. We zijn er echt klaar voor. Maar wie is morgen de favoriet? Moeilijk om te zeggen, maar als NEC zeg ik dat wij de favoriet zijn. Ik denk dat het een gelijkwaardige derby wordt, maar ik hoop wel dat wij aan het langste eind staan. Je hebt vroeger als jonge jongen wel derbies bezocht ook? Ja, zeker. Als supporter en als ballenjongen ben ik vaak in het stadion geweest bij de derbies. En dat was dat een hele mooie ervaring. Dus al vanaf mijn 13e kijk ik denk hier al naar uit. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven in armoede. En voor de worsteling van deze grote groep wordt morgen op Wereldarmoededag aandacht gevraagd. En een van de manieren om beter te begrijpen hoe mensen met geldzorgen leven is door het Beleefhuis. Door het Beleefhuis Nijmegen te bezoeken. Een gewoon woonhuis waar bezoekers zelf ervaren hoe het is om grote financiële problemen te hebben. Het leven in armoede is zwaar, emotioneel uitputtend, chaotisch, stressvol. Het is één brok ellende. Jessica heeft zelf jarenlang in diepe armoede geleefd. In het Beleefhuis confronteert ze bezoekers met dilemma's en vooroordelen waar armen mee te maken hebben. Hiermee wil ze bewustwording creëren. Die bewustwording is belangrijk omdat mensen in armoede heel erg veroordeeld worden. Er zijn enorm veel vooroordelen in hun sociale netwerk, in hun buurt, in hun familie. En als mensen in het Beleefhuis zijn geweest, dan hoop ik dat er wat minder is. Dat er wat meer empathie is voor de doelgroep. In het Beleefhuis ontvangt Jessica ook veel zorgprofessionals. Huisarts en hoogleraar Maria van der Muizenberg juicht dit toe. Volgens haar is het vooral belangrijk dat ook huisartsen oog hebben voor armoede. Armoede geeft chronische stress en leidt tot heel veel lichamelijke klachten. Mensen met chronische stress door geldproblemen schamen zich daarvoor. Ze praten er niet vaak uit zichzelf over met de huisarts, maar vinden het wel fijn als de huisarts er op een respectvolle manier naar vraagt en hun helpt om de goede zorg te vinden. Wat ik het allerliefst zou willen is dat er geen armoede meer is, maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren. Dan moet er zoveel op beleidsniveau gaan veranderen. Wat ik wel ondertussen hoop is dat iedereen wat meer empathisch gaat luisteren naar de doelgroep, minder vooroordelen gaat hebben en elkaar wat meer gaat helpen. Ja, dan krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht trekt er veel bewolking over en toch kan het soms ook even opklaren. Er staat weinig wind en uiteindelijk koelt het af naar een graad of 7. Tijdens opklaringen is een graad of 5 mogelijk. Morgen dan komt vooral in de ochtend de zon soms tevoorschijn. En in de loop van de dag neemt van het noorden de bewolking toe. Blijft droog en de temperatuur komt op een graad of 14 uit. De zuidwestenwind is zwak of matig, kracht 2 à 3. Ja, na morgen dan gaat de temperatuur merkbaar omhoog. Wel trekt de wind daarbij aan en soms valt er ook wat regen. Later in de week dan gaat de temperatuur weer iets omlaag, maar het blijft wel wisselvallig. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze Omroep Gelderland app en op de site vindt u meer nieuws. En ik wens u nog een fijne avond.